In het eerste kwartaal merkte ik echt dat het een obstakel was. Want ik heb in het eerste kwartaal ook maar heel weinig vakken gehaald. Daar heb ik echt gezien, oh, wacht even, dit betekent het dus voor mij om dyslectisch te zijn. Dit is dus echt wat het is. In mijn vierde, vijfde jaar ben ik dus eigenlijk pas gediagnosticeerd. Maar al mijn hele leven daarvoor werkte eigenlijk al wel groepen. Hey, heb jij geen ADHD? Mijn eerste jaar hier in Delft was ronduit verschrikkelijk. Dat is niet echt overdreven. Asperger is een stoornis in het autistisch spectrum. Dus dat betekent dat je over het algemeen problemen hebt met sociaal contact. Meer algemeen problemen met prikkelen. Ik heb best wel veel moeite met als mijn omgeving druk is of verandert om te focussen. Dan denk je, oh, ik moet een boek lezen. Ja, maar dat gaat niet, want daar heb ik niet genoeg tijd voor. Oh, ik moet opdrachten maken. Ja, maar die kan ik alleen maar maken als ik een bepaald stuk tekst gelezen heb. Dat eerste jaar ben ik doorgekomen met hulp van de universiteit. Ik heb een studiebegeleider opgezocht. Ik heb de psychologie op de universiteit opgezocht. En toen legden ze mij uit dat hier het programma Kurzweil werd aangeboden. En dat is een voorleesprogramma. Vanaf het moment dat ik stempel ADHD heb gekregen, dat voelde in het begin wel echt zo. Het was een soort verliezen, maar ik heb daarbij ook heel erg gerealiseerd is dat ik het niet alleen kon. Dat ik het dat je gewoon hulp nodig hebt zo nu en dan en dat je daar helemaal niet voor hoeft te schamen. Het advies dat ik aan andere studenten zou meegeven is, wees niet bang om anders te zijn en wees vooral proactief in het aanpakken van je problemen.